Ja, ik sluit deze fiets- en wandelaflevering af in Goorle. Dat ligt in Noord-Brabant, vlakbij de Belgische grens. Ik heb een afspraak met Joep en Joep gaat mij meer vertellen over de Gooise geheimen. Nou, Joep, om maar gelijk met de deur in huis te vallen, de Goolse geheimen. Ja, leuk dat je het vraagt, want Goolse geheimen, ja, kijk om je heen, dit is een Goolse geheim. Wij hebben als Goorle echt heel veel leuke plekjes, kunt hier heel veel leuke activiteiten doen en heel veel mensen kennen dat niet. Vandaar hebben we met de ondernemers recreatie toerisme in een vereniging nu, hebben we nu samen besloten om dat bekend te gaan maken. Mm-hmm. En mensen uit te nodigen zoals jou om op ontdekkingsreis in Goorle te gaan. En we gaan op ontdekkingsreis, wat gaan we doen dan? Nou, vandaag we zijn hier bij de Rovertse Lei, dat is het startpunt. Hier hebben we de auto net geparkeerd en we gaan zo wandelen. Je gaat de natuur beleven, je gaat een stukje historie zien en natuurlijk ook iets drinken. Want ja, natuur is leuk als je hierbij kunt drinken of eten. Ja, heerlijk. Een klein beetje ontspanning. Dan gaan we hier wandelen. Ik vind het wel grappig, want het is een natuurwandeling, toch? Ja. Maar we staan, ja, daar is een weg, goed, er is een appelveld. Maar we staan niet meteen in het bos. Nee, dat is ook een idee vanuit eigenlijk de natuur in Brabant. Samen met de eigenaar hebben we gekeken van hoe kunnen we de natuur beter beschermen. Dat de mensen wel ervan kunnen genieten, maar niet alles meteen verpesten. Dan hebben we de zogenaamde natuurpoorten. Mm-hmm. Natuurpoorten wil zeggen, ik ga hier met mijn auto naartoe. Ik parkeer hier, ik heb hier een toilet, horeca en ik kan hier routes informatie vinden. En vanuit hier ga ik in het bos wandelen, fietsen, mountainbiken, met mijn paard rijden. Maar wel op de paden die daarvoor aangelegd zijn. Ja. Dus je probeert eigenlijk te zoneren. Zoals wij zeggen, je zoneert de natuur, daar welkom, hier niet. En daar heb je dan hele mooie poorten voor gemaakt, zoals de natuurpoort in Goorle. Niet geheel toevallig dat we jou tegenkomen, Wim, in de bossen. Want je bent de boswachter, hè? Klopt. Wat kan ik hier nou zoal tegenkomen in de bossen? Ja, van alles eigenlijk. Er is hier heel veel te beleven. Hier hoor je hem? Ja. Dat is een grote bont specht. Nou, dat is al een soort die je tegen kunt komen. Maar als je hierachter ziet, we hebben hier een hele mooie vogelkijkhut. Mm-hmm. Waarbij je een prachtig beeld hebt over het Rielslaag. En het Rielslaag is een oud beekdal. Wat een open gebied is waar heel veel weidevogels zitten. Veel reewild, vossen die je nog 's morgens en 's avonds kunt spotten. Dus hier eigenlijk van alles te beleven. En Joep, waar zijn we nu? We zijn een leuk plekje in de plaats Riel. Nou, Riel staat bekend om de keien. Kijk om je heen, je ziet daar overal een tuinenkeien liggen, hier een grote. Dat komt omdat hier breuken liggen, aardkundige breuken. Ja. En doordat die breuklijnen hier zo verschillend liggen, ligt hier nog uit de ijstijd de rivierbedding relatief hoog. En regelmatig dan wordt er weer een kei opgeploegd door een ploeg op de akker. En die leggen ze dan hier neer, vandaar de kaaien. Oh, wat grappig. Ja, nou, Riel is verder gewoon een heel leuk dorpje. Je hebt leuke horeca, een mooie kerk, karakteristieke panden met rietenkap. Leuk. Maar misschien moeten we maar schouw doorgaan, want ik krijg wel dorst. Je krijgt dorst? Wat is onze laatste bestemming dan? We gaan direct naar het klooster Nieuwkerk. En daar hebben ze therapisten. Ja, kei goed idee. He? Ja, zeker. Lekker. Mocht je nou heel moe zijn en je wil nog lekker relaxen. Ja. Ik heb hier de plattegrond voor je uitgevouwen. We hebben veel meer geheimen. Ja, ik zie het. Ja. We hebben er een paar gehad. We hebben ze dus nog niet eens allemaal gehad. Nee joh, we hebben nog een sauna. En dat is niet zomaar een sauna. Echt een geweldig mooie sauna met sneeuwcabine. Echt bijzonder voor Nederland. Het is nou lekker weer. Maar ik zou in de winter een keer terugkomen. Dan ga je lekker wandelen, drinken trappist en even in de sauna. Nou, dat lijkt mij een goed... We hebben natuurlijk het boekje nog, hè. Het boekje met de Goolse geheimen. Nou, daar staat nog veel meer in. Neem het mee. En ik zou zeggen tegen iedereen, kom vooral naar Goorle en ontdek de Goolse geheimen. Dat lijkt mij een heerlijke afsluiting. Mijn kuiten zitten inmiddels in mijn nek van al het lopen en wandelen. Ik zie jullie volgende week weer. En dan hebben we het waarschijnlijk ietsje rustiger. Nou, cheers. Proost.